CEO's Willeke Dijkhoffs, Wouter de Plooij en Margot Kloet stelden je de cyclus van 3 virtuele conferenties Kwaliteit blijft en leeft voor. We gunnen je nu een blik op de eerste conferentie van die drieluik, waarin we inzoomen op geïntegreerde zorgkwaliteit en crisissen. Crisissen in relatie tot geïntegreerde zorgkwaliteit is meteen ook het thema van de eerste virtuele conferentie. En die vindt hier in deze studio plaats. Maar jij zal ze kunnen volgen van om het even waar. Dr. Christian Dekkers, hoofdarts van GZA, leidt het thema in. De COVID-19-crisis heeft een ongeziene omwenteling met zich meegebracht. Tal van factoren speelden op elkaar in en onze instellingen werden met ongekende uitdagingen geconfronteerd. Hoe konden we dit rijmen met kwaliteitsvol handelen en wie heeft ons daarbij geholpen? Een van de belangrijke spelers tijdens deze crisis was de Federale Overheidsdienst Gezondheid. Dr. Winne Hanen, gezondheidsinspecteur Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, neemt dit aspect voor haar rekening. Al wie met crisissen bezig is, weet evenwel dat samenwerken noodzakelijk is, zowel in het eigen ziekenhuis als met andere stakeholders. Ervaring en expertise op elkaar laten aansluiten is de sleutel tot de oplossing. Bij COVID was dit niet anders. Vandaar dat verschillende actoren uit het veld aanwezig zullen zijn op 10 september. Een tweede rode draad is kwaliteit. Dr. Katrien Bervoets, hoofdarts van ZNA, licht toe. Natuurlijk blijft de aandacht voor kwaliteit op de eerste plaats komen. De sector beschikt over veel vernieuwende technieken om kwaliteit te verzekeren en te versterken. Het onderwerp kwaliteit is dan ook een van de parallele sessies die u kan kiezen. De basis van die sessies zijn de enquêteresultaten van Zorgnet Icuro. Dr. Mark Geboers is directeur van de sector Algemene Ziekenhuizen en hij zal de resultaten voorstellen. We delen de resultaten op in 4 krachtlijnen. De zorg voor de medewerkers, klinische aspecten, electieve zorg en het kostenplaatje. Ik breng de resultaten en experten becommentariëren ze en brengen onderbouwde visies die ons toelaten om in de toekomst stappen vooruit te zetten. Cijfers over bedbezetting waren onderdeel van ieder nieuwsbericht. Jan Witters, directeur Processen en Innovatie, leidt je doorheen het thema capaciteit. We vertrekken daarvoor van de ervaring van het Humber River Hospital in Toronto als eerste volledig digitaal ziekenhuis in Canada. Ze beschikken erover een heuse controlekamer waar medewerkers de meest cruciale factoren constant monitoren. Jullie krijgen zelfs live een blik achter de schermen hoe het Humber River Team de COVID-19-periode beleeft. Vervolgens bespreken we met lokale experten hoe dat we dit in praktijk kunnen toepassen. Peter Bak, directeur ICT, leidt het ganse team ter plaatse. We're truly honored to participate in your conference. The distance between our hospitals is great, but the COVID problem was similar. We will virtually take you to our control room. Our employees will demonstrate how our systems work, and our board members will show results and then compare them with those of an operation that is less digital. And of course, we'll zoom in on the specific aspects of crisis and quality. Christian Dekkers, Katrien Bervoets en Jan Witters werken samen met een team van meer dan 20 sprekers om jullie te inspireren met tal van nieuwe inzichten. En tussendoor verrast sopraan Astrid Stokmans ons aan de piano. Aan het eind van de avond zit ik met alle sprekers samen om in een paneldiscussie enkele conclusies te trekken en prioriteiten te formuleren. Maar wie deelneemt op 10 september schrijft ook mee aan het programma. Jouw vragen en opmerkingen zullen de avond kruiden en scherper stellen wat te vloe was. Registreer je dus nu, ook al heb je een preregistratie op zak, en ontvang alle praktische informatie voor de eerste virtuele conferentie in je mailbox. Beantwoord de vragen uit onze korte enquête voor 1 september en vind enkele dagen later een verrassing in je brievenbus. Als je een van de 500 geïnteresseerden bent die een preregistratie invulde, dan kan je een van de 20 gelukkigen worden die de ganse virtuele conferentie on-site in de studio's zal mogen meemaken. Ten laatste op 4 september word je daarvan op de hoogte gebracht. En voor artsen is vanzelfsprekend accreditatie aangevraagd. Blokkeer dus nu meteen 10 september van 7:30 tot 9:30 in je agenda. Tot dan!